Artikel 45 van de grondwet zegt dat de overheid moet zorgen dat vrouwen alle kansen moeten krijgen om actief deel te nemen aan het politiek, sociaal, maatschappelijk en economisch leven. De overheid dient drempels weg te nemen die de vrouw belemmert in haar ontwikkeling en deelname aan de Syrisch-Arabische maatschappij. In de wetgeving die de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden regelt, is een speciaal aandacht voor de vrouw. Haar salaris is gelijk aan dat van de man. Voor moederschap, zwangerschap, zwangerschapsverlof, kinderopvang gelden speciale regels die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de vrouw het hoogst beschermen. De onderwijswetten zorgen niet alleen voor gratis onderwijs voor iedereen, maar leiden ertoe dat in Syrië de hoogste percentage vrouwen deelnemen aan alle vormen van onderwijs. Maar de Syrische vrouw had nog niet bereikt wat ze wil. Haar strijd ging dus door. Na jaren van politiek strijd heeft in 2002 de Syrische overheid een overeenkomst getekend. De SIDAO-overeenkomst. Het is in het Engels Committee on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Helaas bleek dat, omdat het familierecht is gebaseerd op islamitische sharia, de overeenkomst op twee punten niet kon worden uitgevoerd. In 2009 behaalde de Syrische vrouw toch weer een succes. De naam van de trouwakte is veranderd en wordt nu aangeduid zoals zij dat willen, de huwelijksakte. In 2012 volgen de nieuwe succes. Vrouwen kunnen nu zelf de nationaliteit van hun kinderen bepalen. En tot slot, er zijn in het Syrische parlement deze dagen 30 vrouwen gekozen. Er is alle reden voor Syrische vrouwen om vast te willen houden aan wat ze bereikt hebben. Daarom willen ze hervorming en geen politiek verandering. Ik vind dat vrouwen in Syrië daarbij onze steun verdienen. Bedankt. So that was it. Impossible to translate everything, of course, but you will be able to ask questions afterwards. Donc impossible de traduire tout, sauf dans la. C'est vrai que dans le. C'est le seul texte où il n'y a pas de traduction. Donc vous ne pouvez pas regarder dans le dossier de presse dans la traduction française. Donc il est impossible de traduire toutes les communications. Et maintenant je vais laisser la parole à Monsieur Chris Janssen qui va nous faire un récit de son voyage en Syrie. I will let now the word to Mr. Chris Janssen, who will tell us about, or will give us a report about his recent trip to Syria. Goedemiddag iedereen, mijn naam is Chris Janssen. Ik werk voornamelijk rondom de politiek van het Midden-Oosten. Mijn twee focuslanden daarbij zijn Syrië en Iran. In dit kader heb ik Syrië meermaals bezocht de voorbije jaren en mijn laatste reis naar Syrië was eind februari, begin maart van dit jaar. Het is over deze reis naar Syrië, dus van dit jaar, eind februari, begin maart, dat ik een korte, bondige samenvatting zal geven wat mijn observaties waren, gebaseerd ook op gesprekken met de mensen in de. Vrijdag 24 februari, dus dat was de dag dat de zogenaamde vrienden van Syrië-conferentie werd gehouden in Tunis, landde ik s'avonds laat op de luchthaven van Damascus. De paspoortcontrole verliep snel en zonder complicaties. Afgaande op de beelden die ik op televisie had gezien over Syrië voor mijn vertrek, had ik verwacht aan te komen in een oorlogszone.
maar niets van dat. Geen tanks of geschut op de weg van het vliegveld naar het centrum van de stad. Zelfs geen wegversperring. De volgende ochtend, zaterdag 25 januari, maakte ik een lange wandeling in de oude stad en bezocht de levendige souks en de wijken rondom de historische Omayyade moskee. En ja, daar zag ik een politieagent. Toch, hij is niet op onschuldige burgers aan het schieten, maar is druk in de weer een beetje orde te brengen in de chaos van het verkeer tijdens de ochtendspits. Alles leek rustig en normaal. Mensen zijn op weg naar hun werk of doen hun dagelijkse inkopen. De enige geweerschoten die ik opmerk zijn de gaten in het dak van de souk Al-Hamidiya. Maar die zijn er al sinds 9 mei 1926, toen de Fransen besloten om Damascus te bombarderen omdat die ondeugende Syriërs onafhankelijkheid wensten. Na het ijsje met pistachenoten gegeten te hebben, ontmoette ik een van mijn goede Syrische vrienden en samen gingen we naar een café om koffie te drinken en bij te praten. Ik ben zeer geïnteresseerd om te horen wat hij te vertellen heeft, want in tegenstelling tot wat velen hier denken, praten Syriërs graag over hun land en zijn niet bang om afgeluisterd te worden door mannen in donkere maatpakken, een zonnebril op de neus en een microfoontje in hun oor. Sommigen kijken echt te veel naar Amerikaanse tv-series. Mijn Syrische vriend legt geduldig uit dat er inderdaad incidenten zijn geweest in sommige delen van het land, maar dat het niet gaat over politie of militairen die erop uit zijn hun medeburgers te doden, maar om extremisten en buitenlandse huurlingen, die hij opportunisten en fundamentalisten noemt, en die erop uit zijn om chaos en anarchie te creëren door het vermoorden van onschuldige mensen. Integendeel, hij vervolgt dat het leger en de politie alles in het werk stelt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen en daardoor worden zij zelf het doel voor deze extremisten. Duizenden militairen en politieagenten hebben het afgelopen jaar hun leven verloren tijdens het uitoefenen van hun taak. In deze context vind ik het toch wel eigenaardig wanneer ik sommige media hoor spreken over een invasie van het Syrische leger in wijken van de stad Homs. Hoe kan een nationaal leger zijn eigen land binnenvallen? Ja, de Amerikanen zijn Irak binnengevallen. De NAVO is Libië binnengevallen. Saoedi-Arabië heeft zijn troepen Bahrein laten binnenvallen. Maar hoe kan het Syrische leger een Syrische stad binnenvallen? Of is neutraliseren van extremisten en terroristen die raketten en granaten afvuren een invasie in de actuele terminologie? Anderzijds, stel je voor dat het Syrische leger niets onderneemt tegen deze gewapende bendes. Moeten ze dan machteloos toekijken hoe de zogenaamde vrienden van Syrië een nieuw Afghanistan of Somalië creëren? Of hoe zij de parlementaire republiek die Syrië is omvormen naar een staatsvorm volgens Saoedisch model, wetende dat Saoedi-Arabië niet eens een grondwet heeft omdat het land privé-eigendom is van de koninklijke familie. Is het nieuwe Libië misschien een rolmodel waar meisjes niet meer welkom zijn aan de universiteiten omdat het hun plicht is om in de keuken te staan en zeker niet in aanraking te komen met mannelijke leeftijdsgenoten? Is men dan echt zo naïef om te denken dat een liberale en geëmancipeerde samenleving als de Syrische zulk een terugkeer naar de middeleeuwen zou accepteren? Wat het Syrische volk echt nodig heeft, is een modern, goed werkend, democratisch politiek systeem met bijbehorende instellingen in functie van de behoeften van deze en toekomstige generaties. En het is net dat waar de Syrische regering werk van heeft gemaakt. Gedurende de afgelopen 12 maanden heeft de Syrische overheid een intensieve dialoog met de bevolking gevoerd. Naar hun grieven gepeld en bevraagd hoe zij de toekomst zien. Op basis van deze resultaten heeft de regering aan alle overheidsinstellingen opdracht gegeven om een model uit te werken dat aan deze ambities en verzuchtingen beantwoordt. De basis van dit hele proces
is een nieuwe grondwet waarop een nieuwe democratisch Syrië kan worden gebouwd met een meerpartijenpolitiek model, democratische instellingen, een medialandschap en een nadruk op het respecteren en naleven van mensenrechten, gendergelijkheid en bescherming van etnische en religieuze minderheden. Een rolmodel voor de Arabische wereld en daarbuiten. Zou het kunnen dat bepaalde landen in de regio niet overgelukkig zijn met deze ontwikkelingen en daarom Syrië willen vernietigen vooraleer hun eigen bevolking vragen begint te stellen en hun niet gekozen leiders ter verantwoording roept? De volgende ochtend, de volgende dag, zondag 26 februari, zal het referendum over de nieuwe grondwet worden gehouden. Met een opkomst van 57,4% en 89,4% die voorstemden, werd de nieuwe grondwet aangenomen en op 27 februari is het presidentieel decreet in werking getreden. Inderdaad, zondag 26 februari het referendum, het nationale referendum over de nieuwe grondwet. Zondag 26 februari werd een historische dag voor Syrië, omwille van dit nationale referendum waarbij het Syrische volk zich kan uitspreken voor of tegen de nieuwe grondwet. Als het weer een indicatie is van hoe de dag zou worden, dan ziet het er alvast stralend uit. De zon schijnt en de lucht ziet helder. Op weg naar het centrale Sabah-Bahra-plein kom ik groepen jongeren, studenten, ouderen en gezinnen tegen die gaan stemmen. Velen van hen dragen t-shirts, sjaals of petjes met de Syrische vlag. Ook hier weer staat de vrolijke sfeer in schril contrast met de vele verhalen die wij bij ons op de televisie zien. Op de brede boulevard die leidt naar het Sabah-Bahra-plein en op het plein zelf zie ik geen gepantserde voertuigen, geen slaapschutters op de daken en geen gewapende soldaten. Wanneer ik enkele mensen aanspreek en vraag of zij zich bewust zijn van de verhalen die wij dagelijks lezen, maken sommigen van hen een grapje. O ja, de politie heeft net duizenden mensen gearresteerd, heb je dat niet gezien? Of we zouden maar al te graag betaald worden om hier te komen figureren. U weet dat hier het verhaal doet dat alle pro-regeringsmanifestaties, dat die mensen ofwel betaald worden ofwel overheidsambtenaren zijn die verplicht worden naar die manifestaties te gaan. En het is dat de mensen dus een beetje in het gekke trekken. Op het plein zelf, dus het Sabah-Bahra-plein, is een massa volk bijeen. Het lijkt allemaal eerder op een festival dan een politiek referendum, met gezinnen en studenten die zitten te picknicken en luide muziek die galmt door de luidsprekers. Groepjes jongeren dansen en maken plezier. Overal word ik uitgenodigd om bij hen te gaan zitten en een praatje te slaan. Het valt me op hoe politiek bewust deze mensen zijn. Ondanks de feestelijke stemming beseffen zij heel goed dat dit het begin van een nieuw tijdperk is voor Syrië. Iets over de middag ga ik met mijn Syrische vriend naar een van de stembureaus waar hij zijn stem gaat uitbrengen. Ik zie een lange rij mensen aanschuiven om hun democratisch stemrecht te kunnen uitoefenen. Iets waar de meeste mensen in andere landen van deze regio, landen die trouwens de voorhoede nemen bij het bekritiseren van Syrië of van de Syrische regering, en schaamteloos oproepen om wapens te verstrekken aan de extremisten, alleen maar van kunnen dromen. Ook in het stembureau word ik meermaals aangesproken. De boodschap die zij mij willen meegeven om duidelijk te maken bij terugkeer in België is eenparig. Alsjeblieft, zeg hen ons met rust te laten. Waarom denkt iedereen in het Westen ons te moeten vertellen wat wij moeten doen? Dat ze ons toch gewoon met rust laten. We hebben de Amerikanen, Britten of Fransen niet nodig om ons te vertellen hoe we ons leven moeten organiseren. Dat kunnen we best zelf.